Lange Water in Kade in Pinschil heeft vrijdagmiddag een kort maar heftige brand geboekt. De eerste melding kwam binnen rond 16:07. Kort daarna, om 16:13, werd er al een middelbrand afgegeven. De brand brak uit in een voormalige kas die gebruikt werd als schuur. Rond 16:25 werd de melding grote brand afgegeven. De schuur liep grote schade op door het vuur. Gelukkig bleef de schade alleen bij de schuur en kon omliggende gebouwen gespaard blijven door het snel handelen van de brandweer. Wel sneuvelden een paar ramen van een naastgelegen kas. Er is bij deze grote brand niemand gewond geraakt.